Mijn naam is Jolien Roos. Ik ben cardioloog met als specifiek aandachtsgebied de jongvolwassenen met een hartafwijking. Dat zijn vaak mensen met een aangeboren hartafwijking die al op vroege leeftijd zijn geopereerd aan het hart en daarna toch nog restafwijkingen hebben, zoals bijvoorbeeld een lekkende hartklep, slagaders die verkeerd om aangesloten zitten of zelfs maar een helft van het hart wat werkt. Steeds meer jongvolwassenen bereiken de leeftijd dat ze ook kinderen willen gaan krijgen. En eigenlijk alle vrouwelijke patiënten bij ons op het spreekuur komen dan ook met de vraag, kan ik zwanger worden met mijn hartafwijking? En heel vaak zijn het dan vrouwen die op zich redelijk goed normaal kunnen leven. Maar een zwangerschap is wel een extra belasting voor het hart. Het hart moet dan 50% harder werken. Elke zwangere heeft sowieso meer kans op hartritmestoornissen, op vocht vasthouden en op een trombosebeen, dus een stolseltje zeg maar. En als je ook een hartafwijking hebt, dan is die kans veel groter. Nou, om daar wat meer over te leren, doen we daar onderzoek naar en proberen we steeds meer te weten te komen over hoe gaat het met een zwangerschap, wat is het risico voor de moeder, wat is het risico voor het kind, kan medicijngebruik kwaad in de zwangerschap, wat is de beste manier van bevallen? Kan je beter kiezen voor een keizersnee of voor een normale bevalling? En welke patiënten kan je beter afraden om zwanger te worden? Verder kijken we ook of de zwangerschap een blijvend effect voor de moeder kan betekenen. Want behalve het risico op complicaties kan het ook zijn dat de moeder blijvend verslechtert door een zwangerschap. Nou, eigenlijk proberen we altijd al van tevoren, voordat iemand zwanger is, alle problemen te bespreken, zodat de vrouw zelf samen met haar partner een heel goed besluit kan nemen over of zij wel of niet besluit om zwanger te worden.